in de Sint-Willibordiskerk. Gelooft u mij, het wordt een prachtige middag onder één voorwaarde, dat u uw telefoontje afzet. Hij mag ook op deelstand, maar alsjeblieft, dank u wel. Mag ik nu eerst het woord geven aan onze gastheer van vanmiddag. Hier is pastor Stefan Schevers. Welkom hier in deze prachtige kerk die zo anders is, zo verrassend. Wij zijn heel graag een gastvrije gemeenschap, een bron van geluk, van muziek in het leven, van zoveel. De kerk is geen gesloten bastion, maar er zit muziek in. Welkom dus aan alle die meevieren met het 125-jarig jubileum van onze fanfare Sint Cecilia. Met een heel origineel concert samen met Karin Bloemen. De gemeenschap hier geeft dus zijn hele eigen klankkleur aan het geloof en daar hoort ook muziek bij, gezongen of gespeeld. 125 jaar en u ziet een beeldenis van Sint Cecilia, een doortastende vrouw met een eigen verhaal. Ze is jullie beschermheilige. Ze wilde niet meer dan alles eruit halen wat het leven heeft. Toen ze ging trouwen, toen wilde ze eigenlijk maagd blijven. Want ze zei, ik wil getrouwd zijn met de muziek in het leven zelf, met de bron. Met Christus en wie weet is ze misschien werkelijk maagd gebleven. Ook wij als gemeenschap. Ook wij als gemeenschap zingen dus met overgave, met passie. Hier in de kerk hebben we het Cecilia-koor, begeleid door een orgel. Maar gisteren vertelde de voorzitter van het RK Herenkoor Sint Cecilia op hun feest. Lang geleden werden onze koren begeleid door de muziek van de harmonie. En niet alleen door een orgel. Maar vanuit Rome zou er een stokje voorgestoken zijn. Vandaag laten we zien dat we uit zijn op nieuwe verbindingen, net als jullie met Karin Bloemen doen, in goede harmonie. Eens zat ik ook zelf bij de fanfare, maar als je gaat studeren, breken er andere tijden aan, want je woont te ver weg. De muziek vervaagt langzaam tot een stille herinnering, want de muziek vraagt alles van je. Je kon het niet half doen. Ook in dit gebouw roept het woord, roepen de verhalen ons op onszelf te geven. Saamhorigheid, je kunt het niet half beleven. Daarom zeggen we ook altijd hier in deze kerk, niets van het levensverhaal, van de bezeggingskracht van mensen gaat verloren. Je koestert iets tijdloos. Zo vond ik, toen ik me voorbereidde, weer mijn mondstuk waar ik eens op blies. Het heeft een eigen verhaal. Het wordt bijna niet meer gebruikt, maar je bewaart haar en je wil haar niet kwijt. En zo zit je te denken over het leven. En dan denk je, hoe zal ik die toon zetten van dit nieuwe verhaal? En ontdek je dus met weemoed weer dat mondstuk. Ik heb erover nagedacht, die eerste toon laat ik maar achterwege, al kun je er nog best muziek mee maken. Eigenlijk moeten we zelf beginnen de muziek van het leven op te sporen. Franciscus, onze beschermheilige van de parochie, deed dat. Hij sprak niet veel, maar hij zong liever. Daarom heb ik ook vandaag een heel klein liedje geschreven over de verbinding tussen jullie pogingen en die van mij, over wat doorklinkt in het woord, in het huis van het woord en de muziek. En Sanne van de jeugdfanfare die wil daar bij helpen, want het is nog een heel spannend liedje. Ik bracht verhalen in een wereld vol spijt, mooi opgeborgen in onverschilligheid. Jij bracht muziek in een wereld van steen, noten vervangen.
vlogen, waar gingen ze heen? Ik bracht een bloem in de wereld van een kind. Vol verwondering, ik voelde mij bemind. Weer bracht ik muziek in het leven om me heen. Mijn hart begon te kloppen, zo anders dan voorheen. Dank u wel, meneer Pastoor. Meneer Pastoor, het is pastor tegenwoordig. Dank u wel, pastor Stefan Schevers. En dan nu, dames en heren, graag uw aandacht voor de voorzitter van Sint Cecilia. Hier is René Smits. Dank u wel, pastor Schevers, om met zo'n mooie opening te beginnen. Het is wel een bijzonder moment en u refereerde daaraan, want het is inderdaad 170 jaar geleden, dus nog iets meer als die 125, dat de muziek hier in Ammerzoden al echt bezig was. En dan met name de mensen die muziek maakten, de harmonie of de fanfare, dat staat niet zo duidelijk in de annalen, maar die speelden toen al in de kerk. Die luisterden de vieringen toen de tijd al op. Fanfare Sint Cecilia zelf is pas 125 jaar geleden opgericht, nadat er in die tussentijd ook nog een harmonie geweest is. En het is natuurlijk wel bijzonder dat wij nu weer terug zijn in deze kerk. Deze kerk is niet van die datum, maar het is wel bijzonder dat we dus inderdaad hier terug zijn. En wij zijn dan ook het kerkbestuur bijzonder erkentelijk dat wij hier mochten zijn. Dat is niet voor iedereen weggelegd, daar zitten nogal wat regels aan, maar met elkaar hebben we ervoor kunnen zorgen dat dit plaats kon vinden. Onze dank daarvoor. Speciaal voor Bart van Helvoort, die daar een heel steentje in heeft bijgedragen. Ik wil, voordat we gaan beginnen, alvast een paar mensen heel even in het zonlicht zetten. Niet specifiek om ze hier naar voren te halen, maar wel benoemen. Want er is een commissie geweest die 2 jaar lang ontzettend hard gewerkt heeft aan de voorbereidingen van dit jubileumconcert, maar ook aan de voorbereidingen van ons totaal jubileumjaar. En dit is eigenlijk het slotstuk. Ja, de climax kun je zeggen, en dat hebben ze uitermate goed gedaan. En wat dat betreft ben ik als voorzitter ontzettend trots op die commissie. Als je gaat kijken naar de fanfare, dan hebben die natuurlijk een groot aantal leden. Maar wij kunnen het niet zonder leden van buitenaf. En hier zitten dan ook een aantal muzikanten van naburige dorpen die belangeloos meespelen, omdat ze ook graag muziek maken. En wij zijn hen dan ook bijzonder erkentelijk dat ze er vandaag bij zijn. En dat brengt mij tevens op het volgende, want wij hebben steeds meer een speciale band met de fanfare in Hedel. En die hebben op 8 december nog een... op 13 december nog een concert om 8 uur 's avonds. En ook daar bent u van harte welkom. Naast de grote fanfare zullen ook onze andere leden zich nog laten zien vandaag. Beginnersgroepje, de slagwerkgroep, komt gewoon in het programma naar voren. Dan zult u zien wat voor bloeiende vereniging de fanfare is. En we hebben natuurlijk onze speciale gast. En die hoef ik eigenlijk niet bij u te introduceren. Zangeres, cabaretière, opvallende verschijning. Ze heeft diverse prijzen ontvangen, onderscheidingen gekregen. En u weet het, wij zijn er bijzonder trots op dat wij vanmiddag aan u in ieder geval Karen Bloemen kunnen aanbieden, die dit concert met ons komt opluisteren.
Het moment is aangebroken dat we gaan beginnen. Afronding van een jubileumjaar. Afronding van 125 jaar fanfare Sint-Cecilia. Maar ook weer een start om er nog eens 125 jaar bij te maken. Wij zullen het allemaal niet meemaken, maar ik hoop onze kinderen en onze kleinkinderen wel. We gaan beginnen en ik wens u heel veel luister- en kijkplezier bij het concert. Dank u wel, meneer de voorzitter René Smits. Het eerste nummer waar we naar gaan luisteren, dames en heren. Hine, e Hine, een kinderliedje uit Nieuw-Zeeland. Het lied is geschreven tussen 1908 en 1916 door Fanny Rose Howe. Het is geschreven in het Maori, de taal van de Maori's. Itangi anakoe, hine e hine. Huil maar niet, meisje, huil maar niet. Iedere cultuur heeft zo zijn eigen melodieën om kinderen te troosten of in slaap te sussen. Jan Gerrit Adema maakte een prachtig arrangement van deze lieflijke volksmelodie van de Maori's, die ook wel het volkslied van Nieuw-Zeeland wordt genoemd. Dames en heren, Sint-Cecilia, onder leiding van Gert-Jan Rommen. Thank you.
met toppers als Jesus Christ Superstar. Evita, Cats and the Phantom of the Opera is Andrew Lloyd Webber de succesvolste musicalcomponist ooit. In zijn meest recente productie, The Woman in White, heeft Lloyd Webber opnieuw zijn beproefde formule toegepast. Hij baseerde zich ditmaal op de gelijknamige klassieke roman van Wilkie Collins uit 1860. Deze roman wordt ook gezien als een van de eerste sensatieromans waarbij liefde, overspel, intrigue en vooral romantiek hoogtij vieren. Dames en heren, The Woman in White.
En dan nu een moment waar ik vannacht van gedroomd heb. En misschien morgen nog wel. Mag ik uw aandacht en een warm welkomstapplaus voor onze diva van vanmiddag. Hier is Karin Bloemen. Slagwerkgroep onder leiding van Roon van Vuren, dames en heren. Ik had die bak gehad. Maar het was er niet. Leuk toch? Ik vertelde net aan een van de jongelui dat ik vroeger op de drumband heb gezeten. Mijn jeugd kwam weer helemaal terug. Wat niet altijd even. Nou goed. Dag Gert-Jan. Goedemiddag. Lieve dames en heren, het is een ontzettende eer dat ik hier op deze prachtige zondagmiddag aanwezig mag zijn in Ammerzoden. Ik moest meteen een waarschuwing uiten bijna via Twitter dat ik gisteren in Barneveld was. Dus als er mensen enigszins... als er iemand in de pluimvee zit, zal ik misschien nu toch maar weggaan. Dus als er iets verkeerd is, dan ben je volgende week in deze buurt. Is het echt mijn schuld waarvoor alvast nu excuses. Maar lieve dames en heren, ik kan alleen maar zeggen, ontzettend leuk vind dat u er allemaal bent. En dat dit prachtige orkest net zo heel mooi gespeeld heeft. Onder leiding van Gert-Jan Vrongen. Nog één keer een applaus. Ach ja, wie had toch vroeger durven dromen? He? Hij heeft eraan gedroomd, Gert-Jan, maar ik ook hoor. Kijk, vroeger, kijk, in een kerk zingen is natuurlijk altijd een beetje link. Dus ik weet in eerste instantie nooit wat ik moet of zal maar zeggen, mag zeggen. Maar ik mag in ieder geval wel zeggen dat ik het heel leuk vind om hier te zijn. En nou ja, vroeger gebeurde dit soort dingen niet. Vroeger kwam dit gewoon niet voor, toch? Vroeger had je natuurlijk sowieso een hele andere, nou ja, een hele andere
omgang met elkaar vroeger. Dan had je nog echt de autoriteit. Dan was de dirigent echt meneer de dirigent. Nu is het gewoon een de tumbo! En dan reageert hij ook gewoon. Ja, ik zag het. En weet je, de penningmeester, het was meneer de penningmeester, dus de kudoo. Het is allemaal anders geworden. Weet je, vroeger zei hij tegen een politieagent, meneer de politieagent, maar nu mag je gewoon pannenkoek zeggen. Ja, echt, mag van de rechter. Gewoon, hé, pannenkoek! En dan moet hij zeggen, kan ik u helpen, mevrouw? Zo bizar, anders is het. De dokter, vroeger zei hij, meneer de dokter, en als die man dan zei, het spijt me, u heeft nog maar een half jaar te leven. Nou, dan hield je je daaraan. En kijk, in zo'n plaats als Ammerzoden kan ik me voorstellen dat je elkaar nog kent. En dat je ook weet wie van wie is, van wanneer, van wie en wat en hoe het doen. En sowieso, weet je, binnen zo'n orkest is ook altijd wel een huwelijkje of 15. Weet je weet wie wie is. Weet je, dat was vroeger normaal. Tegenwoordig weet het toch niemand meer. Vroeger hadden we in Nederland één zwerver. Die kenden we allemaal. Zwiebertje. Vroeger had je één... homoseksuele meneer, die had het op televisie eerlijk verteld. En die kenden we allemaal. Albert Moe. Ja, ik zie sommige jonge mensen. Wie? Ja, die was van wie van de drie? En dan dacht ik altijd, nou, hij. Die. Vroeger had je één manke. Nee. Ja, zie je wel, wat leuk. Allemaal mensen van rond de 40, net als ik. Misschien moet ik dat even uitleggen, want ik ga nooit zo goed precies aanduiden hoe oud ik ben. Dat vragen natuurlijk mensen al steeds vaker. Hoe oud ben jij eigenlijk? Maar ik moet een beetje het antwoord verschuldigd blijven. Toen ik in de rij stond, mocht ik kiezen tussen een goddelijk lichaam of een goed geheugen. En ik weet gewoon niet meer wat ik gekozen heb. Weet je, Mankenelis kenden we, Swiepertje kenden we. Er was bijvoorbeeld één buitenlander, die kenden we toch ook allemaal? Donald Jones, ja. Die zong het prachtige liedje van... Ik zou je het liefste in een doosje willen doen. En iedereen was gek op die man. Mijn moeder ook, die zei altijd... Nou, ik zou hem ook wel eens in mijn... Het was een hele andere tijd toen. In die tijdsgeest dacht ik, moeten we eigenlijk gewoon dit concept beginnen, zodat we meteen weten wie wie is vanavond. U heeft vast op televisie wel eens Moeder, ik wil bij de revue gekeken. Dat is nu helemaal weer in, helemaal hip. Het is een musical van. En dan hoor je zo'n liedje voorbij komen en dan zeg je, oh, jonge mensen, wat een mooi liedje is dat over dat dorp. Het is natuurlijk gewoon een prachtig liedje van Wim Sonneveld. En ik dacht, als we dat nou met z'n allen meteen samen gaan zingen, dan zijn we helemaal warm gelopen voor de rest van de dag. Dus graag met z'n allen. Wim Sonneveld. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een koud paard, een slagerij, een van de ver. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogst waarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Ik weet nog goed was.
heel veel talent hoor in Amersfoort. Als ik een stoel had gehad en ik had erop gezeten, had ik me omgedraaid. Naar jullie toe natuurlijk. Lieve dames en heren, ik heb natuurlijk een beetje proberen te onderzoeken wat ik allemaal wel en niet kon doen. En ik wou, kijk, muziek en muziek maken, de taal van de muziek is universele taal. En ik vind het, mensen vragen wel eens, vind je dat dan leuk zo met zo'n orkest? Ja, ik vind dat altijd zo gaaf. Ik bedoel, dit sowieso altijd koperwerk. En dat mensen live muziek maken en live met elkaar musiceren betekende dat we samen iets maken wat iedereen kan begrijpen en verstaan. En ik vind, als we dan praten over school en wat er zou moeten veranderen binnen het onderwijssysteem, is verplicht iedereen een instrument. Zo gaaf vind ik het. Ik vind het echt super leuk om hier te zijn. Echt, maar Gert-Jan, ik vind jou ook leuk, maar ik vind de muziek natuurlijk. En als je het dan over taal hebt, in elke taal is er natuurlijk ook wel een conferencier of een cabaretier. Weet je wel, in elk dialect, in Brabant, ja ook. Nee, niet. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar Herman Vinkers, als ze zo pretten en zo, dan komen allemaal gewoon neer in Berno. Het is leuk, in Almelo is leuk. Dat is, weet je wat, dat is in het Amsterdamse bedoel ik, zeg, van die praatjes, van die zangers, hebben we allemaal deze taal. In Rotterdam zeggen ze, ik kan het lachen niet, ja toch? Er is altijd wel iets, het is allemaal goed. En de enige taal waarin niets bestaat, is in de taal van de dyslectische medemens. En dat vind ik zo zielig. Dus ik zei, weet je wat, ik ga voor de mensen met dyslexie een sprookje maken, zodat die eindelijk ook eens snappen waar het over gaat. Zijn er toevallig mensen met dyslexie in de zaal? Goed. Ah, mijn eigen geluidsman. Ja, maar dat wist ik. Geeft helemaal niks, want er vooruitkomen is al een dingetje, dat snap ik ook wel. Het is gewoon heel lastig. Als je aan het lezen bent of je dyslexie hebt, dan verwissel je de letters, je ziet ze verkeerd om. En heel vaak schieten ze van plek, alsof ze kunnen lopen, alsof ze kunnen bewegen. Dus als je mijn naam zou lezen als iemand met dyslexie, dan staat er Karin Bloemen, maar je leest Barin Kloemen. Zo simpel. Dus ik dacht, als ik dat nou van tevoren doe, dan is eindelijk bijvoorbeeld een sprookje te begrijpen. Dus ik dacht, ik doe het sprookje van Roodkapje en ik maak dat tot Koodrapje. En dan doe ik het hele sprookje zo en dan is het eindelijk leuk voor mensen met dyslexie. Nou dacht ik, het is een leermoment, hè? Zondag zijn we in de kerk, we moeten ook wat leren. Dus probeer dit meteen te onthouden, neem het mee naar huis. Als je kinderen, kleinkinderen, familie, neefjes, nichtjes met dyslexie hebt, kun je deze doen. Dat is een leuk Sinterklaas cadeau. Ik doe het wel even snel, dan heb je een beeld. Zijn jullie er klaar voor ook? Ik zie jullie opletten, het zegt bloedlink. Oké. Er was eens een wijsje, dat heette Koodrapje. Heb je? Er was eens een wijsje, dat heette Koodrapje. Koodrapje was aan het wandelen in het botergronkere dos. En daar in het botergronkere dos kwam Koodrapje opeens de woze wolf tegen. Koodrapje zong en schreeuwde. Woze wolf, wat hoort u dier? Nou, zei de woze wolf, bloemetjes plukken, tenuurlijk. Oh, gratte wappen, zei Koodrapje. Ik ook. En samen vuppelden ze herden naar het heineklutje van Mootgroene. Mootgroene lag binnen haar etsnaart te hurken. Koodrapje dopte op de kleur. Voor de eedopen en veek karast. Koodrapje, woze wolf. Maar Koodrapje veek ook karast. Mootgroeder, wat heeft u voor te groeten? Mootgroeder, wat heeft u een motor grond? Mootgroeder, wat heeft u tot de granden? Ja, lachte Mootgroeder. En in één hap vat Mootgroeder Koodrapje en de woze wolf op. En Mootgroeder leefde nog gang en gelukkig. Omdat ze gewoon het sprookje van Koodrapje dan helemaal niet leuk vinden. Maar het kan natuurlijk met alle sprookjes. Het kan natuurlijk ook met Heemsnietje in het Wevenzergen, met Rorendoosje in de Boze Beks, met de Brietdiggetjes, met Dijnkluimpje, zelfs met Tepelstreeltje gaat het. Ik zie meneer denken, die laatste vind ik leuk. Dus probeer het uit je hoofd te leren, dat is natuurlijk het allerleukste.
allerleukste. En het is best te doen hoor, dat heeft mij ook maar 2 maanden gekost. Dus taal. Taal is belangrijk. En soms dan, komt er wel eens op je pad, komt er wel eens gewoon een mooi liedje voorbij. In een gekke taal. Zo kwam 25 jaar geleden een liedje op een pad van Jeroen van Merwijk. En dat heette oorspronkelijk Apartheid is hier schoenenzoek. Het was een gekke titel, dacht ik. En toen ik het, mensen kennen het beter als Zuid-Afrika. Maar toen ik het zong, toen was het best wel een beetje gek. Want ik moest het zingen voor Nelson Mandela toen hij hier in Nederland was. En ik weet nog heel goed dat ik het gezicht van Nelson Mandela zo zou doen. Met zo'n beetje wantrouwende blik. Maar gelukkig begreep hij al heel snel, het gaat niet over Zuid-Afrika. Het gaat over hoe de blanke Zuid-Afrikaner denkt over ons mooie Nederland. Het is al 25 jaar oud, maar ik vind het superleuk om het nog een keer met dit geweldige fanfareorkest te doen. Dus maestro, hit it. Ons genoot, ons weer al die dag is feest. Ons genoot niet, is zo schoon.
ja, 25 jaar geleden. Ik begrijp, ik was amper 14 toen dat nummer. Of zo. Het is eigenlijk wel grappig wat ik vertelde. Mensen vragen me vaak, hoe ben je dan begonnen? Want je ziet natuurlijk nu op televisie allemaal programma's. Allemaal ambitieuze jonge mensen. En iedereen wil dolgraag dit vak in. Terwijl ik altijd zeg, doe het niet. Maar ik had dat natuurlijk ook toen ik jong was. Ik was vreselijk fan van Jasperine de Jong. Bijvoorbeeld, kent iemand die naam nog? Ja. Oh, godzijdank. Hey, ik heb dochters van 15 en 16. En die kijken me echt aan. Geen idee. Jasperine de Jong, ja, het is gestopt. Ze ging gewoon keurig met pensioen, geloof ik. En toen dacht ik, ik heb er geen zin meer in. Toen is ze gestopt. Nooit meer wat van gehoord. Maar zij was goed. Zij had een dictie en een articulatie. Waanzinnig. Echt, ik was echt fan van haar. Ik zag haar voor het eerst in 1976 live in Den Helder, de kop van het Holland. En nou, ik was toen 17 jaar of zo. Maar, ja, het verschot even. En ik weet nog heel goed, toen zij zo bijvoorbeeld een minuut was, weet je wel. Je hebt een klein minuutje, red ik het, een minuutje, blijft er nodig, een minuutje. Dat is echt van een nieuwe versie van Chopin's Burrito Bans. Weet ik nog, dat niet te doen. Niet te doen. Dat kon zij gewoon, omdat ze zo'n goede articulatie had. En toen ik haar op een plaat hoorde vertellen dat zij de Kleinkunstacademie had gedaan, dacht ik, oh, daar moet ik ook heen. Ik had geen idee wat kleien te maken had met zingen. Maar ik ben natuurlijk meteen aan de dokter Wibber geslagen, dat snapt u. Ik heb alles aan elkaar vastgekleid, totdat ik er later, 3 jaar later, achter kwam dat het ging met een elletje ertussen. Het was kleinkunst. Dus toen moest ik wel weer even helemaal terug. Het was een onderdeel van de theaterschool. Ik deed natuurlijk auditie. Hoe gaaf. En ik wilde, Elsa dan vroeg, wat wil je worden? Zeg maar, ik wilde tweede Jasperine worden. Nou ja, die auditie moest je een liedje zingen en je moest een stukje tekst doen. En je kreeg natuurlijk zo'n uitspraaktest. En dat was een dingetje, want ik kwam uit de kop van het Holland. Nou, praten jullie raar. Of zal ik zeggen, dialectonisch. Maar waar ik vandaan kom, is het ook ernstig. Hoor. Het zegt, de West-Friesland te praten, ik zat weer voor. Dan heeft u een beetje een beeld, wij praten zo. Nou ja, we hebben er gisteren aan. Nou, we zijn er door elkaar schoon. Ik heb zelf dat ding aan. Ik heb ook hier blauw, we zijn er vrij. Ik weet zelf ook niet hoor wat ik zeg. Het is gewoon West-Fries, zo heet het. En nou ja, dus toen ik daar die test moest doen, en er was er gewoon één zin die je uit moest spreken. En dat was de zin, ik wil graag een ijsje. Dus ik dacht, nou ja, dat ken ik wel hoor. Ik zei, ik wil graag een ijsje. Dat was niet helemaal goed. Dus toen heb ik daarna nog 20 keer gedaan, maar het veranderde natuurlijk helemaal niks. En uiteindelijk ben ik aangenomen op die academie, want ze vonden dat ik leuk zong. Dus ik mocht komen, maar ik heb 3 jaar lang 2 uur per dag met zo'n stuk kurk tussen mijn kiezen om die uitspraak beter te krijgen. Of van die waarnuisie, nou, ik wil graag een ijsje te gaan. Nou, u begrijpt, ik heb nooit meer ergens ijs besteld. Wel gegeten. En ook andere dingen. Maar ja, ik wilde toch dolgraag Jasperine de Jong worden. Dus dat bleef ik maar volhouden. Terwijl ik nu, weet je wat ik zei, dat ik wilde tweede Jasperine de Jong worden. En zeiden ze dat, nee, je moet de eerste Karin Bloemen worden. En dat snapte ik niet zo, ik was een beetje naïef. Maar ik wist wel dat Jasperine niet altijd het voordeel had als ze zo netjes sprak. Want die articulatie werkte natuurlijk ook wel eens tegen. Ja, ze moest bijvoorbeeld een sexy vrouwtje spelen aan de telefoon. Dat was de call girl. Nou ja, als je dat nu aan mij zou vragen, zou ik het veel beter doen. Als je aan mij vraagt, Karin, speel even een lekker geil wijf aan de telefoon. Dan krijg je bij mij de hele doos. Ja. Hallo. Ja, wil ik aan de telefoon komen zitten? Snap je wel, dan ga ik, er zit er niks tussen, begrijp je? Ja. Dat was bij Jasperine de Jong. Ja, dat was dan weer niet. Weet je, een beetje een woordklok, gaat jou een beetje zo van. Hij sliep al. Weet je, dat Jasperine was echt. Hallo, schat, zullen we afspreken? Dan gaan we naar de Schillerbank. Zullen we dat doen? 8 uur, oké? Okay? Bye. Wie wordt daar nou gaaf van? Iederse keuzes. Maar moet ik wel zeggen, Gert-Jan, het is natuurlijk wel een beetje
Het is toch best wel heftig hè, dat u altijd naar de achterkant van Gert-Jan moet kijken. Ik vind dat niet erg hoor, want nee, je hebt een leuke achterkant. En omdat je daar zo heerlijk staat te bewegen en zo enorm. Is het volgende nummer natuurlijk speciaal voor Gert-Jan. Opleidingsorkest, die gaan onder leiding van Joost van Wiki spelen. Ongeveer 20 minuutjes hebben we de tijd in die pauze. Achter in de kerk kunt u koffie en thee kopen. Liefst gepast 1 euro. 5 koffie, 10 euro. Ja, we zijn niet flauw hier in Amazone. En als u van het toilet gebruik wilt maken, dat dan weer wel. Dan mag dan bij Alles Café de Straat hier tegenover en een eindje verderop bij de Weesbaan. Ik zou zeggen, een prettige pauze en tot over een kleine 20 minuutjes.
Ja. Ja, ja. Dat is helemaal precies dat ik ben. Ja. Ja, wij ook niet over de gekke stad. Ik ben dan in de val van die dan. Thank you.
dames en heren, het opleidingsorkest onder leiding van Joost van Wiegen. Dank jullie wel. Een hele goede middag,
allemaal. Ik moet zeggen, ja, ik vind het wel een eer dat ik ter gelegenheid van dit prachtige jubileumconcert iets mag zeggen over onze familie en de verbinding met de fanfare. En dus ook een beetje over de fanfare van toen. Ons opa ontving een koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange voorzitterschap van de fanfare Sint-Cecilia. En ons pa, Johan, bijnaam, de meesten kennen hem beter onder Wieske, ja, ik hoor het al zeggen hier, Wieske van Torenmalen, was samen met mijn oom Jan van jongs af aan bij de fanfare. Ons pa speelde tuba en oom Jan trompet. En later werd ook oom Mies actief lid van de vereniging. En eind jaren 50, begin jaren 60, speelde de fanfare op het hoogste landelijke niveau. En als dan de eerste prijs met lof van de jury in de vaandelafdeling was behaald, werden de muzikanten groots onthaald en vierde het hele dorp feest. Stukken zoals de Nabucco en de Stivelio van Verdi werden op voortreffelijke wijze vertolkt. En bij het repeteren en bij de uitvoeringen, dan zaten naast de ervaren goede muzikanten, zaten de jonge talenten. En zo zat Arie Mettenbreijers, de huidige dirigent en muzikaal leider van het Zoijke, hij zat naast Tinus van Bergen, Bugel. En zijn broer Janus, die zat naast ons pa, Tuba. En mijn neef Wies, die zat naast zijn vader, oom Jan, trompet. En zelf zat ik naast Anton Vugs, sopraansaxofoon. Ja, we kregen de muziek echt met de paplepel ingegeven. Zelf was ik ook lid van het jeugdorkest. En toen werd in 1962 de carnavalsvereniging het Malse Arkeldorp opgericht. En natuurlijk vond men ook toen dat zo'n feest niet compleet was zonder boerenkapel. Een selectie van muzikanten uit de fanfare ging van start als de Dorstvlegels, wat de hofkapel werd van het Ammerooise carnaval. En ons pa was een van de muzikanten van het eerste uur die met heel veel plezier zijn partijtje meeblies in deze eerste boerenkapel. Ja, zelf ben ik door mijn studie gestopt bij de fanfare, maar niet gestopt met muziek maken. Muziek is altijd ook mijn grote hobby en passie gebleven. En inmiddels schrijf ik eigen liedjes en geef concerten en verzorg optredens, ik moet zeggen, met heel veel plezier. Een prachtige hobby die ik te danken heb aan de opleiding bij de fanfare Sint-Cecilia. Het mooie van iets leren in de muziek is dat je daar je hele leven plezier van hebt. En Karin Bloemen zei het zojuist ook, dat het samen muziek maken, je steeds weer met elkaar verbeteren, dat is gewoon geweldig om te doen. En ons pa die zei dan, als de fanfare weer trots de eerste prijs, het lof van de jury had gehaald, ja, Ammerzoden is een muzikaal dorp. Er zijn veel families met heel veel goede muzikanten. En voor zo'n klein dorp hebben we hier buitengewoon veel muzikaal talent. En dat moeten we koesteren. Ja, hij zei het natuurlijk een beetje anders. Hij zei het natuurlijk op zijn Ammerooi zo van, ja, in Ammerooi, dat is een muzikaal dorp. En er zijn veel families met heel veel goede muzikanten. En voor zo'n klein dorp hebben we hier buitengewoon veel muzikaal talent. En dat moeten we zien te halen. Ja, muziek is dus niet alleen diep geworteld in onze familie, maar het zit gewoon diep geworteld in het hele dorp. Al 125 jaar
En dat is gelukkig nog steeds zo. En graag wil ik dan ook iedereen die betrokken is bij de fanfare en die deze een warm hart toedraagt, van harte feliciteren met dit bijzondere jubileum. En in lijn met de uitspraak van ons paar kan ik alleen maar wensen dat het muzikaal talent ook naar de toekomst toe wordt gekoesterd. En dat naast verschillende goede, hele goede en ook gezellige boerenkapellen, de fanfare, de muzikale kern, is en blijft. En dat deze zich ook verder ontwikkelt. De fanfare is namelijk de plek waar de kinderen uit het dorp in aanraking komen met muziek. Waar ze leren het instrument te spelen. En waar ze niet alleen leren noten te spelen, maar waar ze leren muziek te maken met elkaar. En vervolgens hoop ik dan dat ze net als ik een leven lang daar plezier aan beleven en ervoor zorgen dat Ammerzode een dorp blijft waar muziek in zit. Ik wens jullie allemaal een heerlijke voortzetting van, wat ik wel moet zeggen, van een onvergetelijk concert. Geniet er allemaal van. Dank jullie wel. Anton van Doornmalen, dankjewel voor deze warme woorden. We gaan muzikaal verder, de West Side Story. De verhaallijn is een vrije bewerking van het verhaal van Romeo en Julia en speelt in dit geval tussen de Pools-Amerikaanse en Puerto Ricaanse straatbendes in de Upper West Side van de New York City. Tony en Maria worden verliefd op elkaar, hoewel ze bij de verschillende bendes horen. Tony hoort bij de Jets en de Puerto Ricaanse Maria hoort bij de Sharks. Beide straatbendes vechten om de heerschappij over de straten van New York, waardoor ze eigenlijk rivalen zijn. Toch is hun liefde voor elkaar te sterk en kunnen ze elkaar niet loslaten. De situatie onder de jeugdbendes van New York wordt in de musical sterk geromantiseerd. De jongens spreken af dat ze met blote vuist zouden vechten. Ik lijk Karen Bloemen wel. Als er toch messen getrokken worden, zijn ze radeloos als dat verkeerd afloopt. In werkelijkheid, dames en heren, zijn de New Yorkse jeugdbendes meedogenloos. Hans van der Heijden maakte in 1996 een arrangement voor het fanfarekorps. Dames en heren, uw aandacht. Onder leiding van Gert-Jan van Ronge, The West Side Story.
Het volgende nummer wat Sint-Cecilia gaat spelen voor ons is het werk Can't Take My Eyes Off You. Een single van Frankie Valli uit 1967. Het lied was een van de grootste hits van Valli door het bereiken van de nummer 2 op de Billboard Hot 100 en het verdienen van een gouden plaat. Het was Frankie Valli's grootste totdat zijn allergrootste hit gemaakt werd in 1975. My Eyes Adored You. Dames en heren, Cecilia, Can't Take My Eyes Off You heeft een heel belangrijke culturele impact gehad met honderden covers. Mag ik uw aandacht voor Sint-Cecilia met het nummer Can't Take My Eyes Off You. Sint-Cecilia. Dan gaan we nu verder
met La Dame van deze dag. Mag ik u hartelijk applaus voor Karin Bloemen. In mijn droom kwam Oprah Winfrey oplopen en Oprah zei,
Ladies and gentlemen, I would like to introduce you from the Netherlands. It's one of our persons you can basically do anything to walk, talk, chew gum, sing and dance at the same time. Ladies and gentlemen, please welcome the one and only Karen Flowers. En ik ga naast de Oprah zitten en ik zeg tegen Oprah, oh, shake you well. Oh, Oprah, oh, shake you well. Oh, it is so wonderful to be here. Oh, I always say to everybody, I always get my sin, and here I am. But I must say, it was like this, hoor, in the beginning, hoor, van mijn carrière, hoor. Because it wasn't shooting up. No, in the beginning, I was singing for two people and a horse head. Yes. Yes. Many times I thought, give my portion but to Fucky. Yes. And I was shooting carrot, you know. I was singing for bacon and beans. And many times I thought, give my portion but to Fucky. Nee, give my... When is it going to happen? Now or in the pruny times. That is what I thought. And I don't want to hold old cows out of the sloot. But I was walking in seven sloots at the same time. And I could only think, this can brown, not poo. But then the amazing thing happened, opera, in my career. Then I met Gerrit Jan. Yes, in the American Curtain. Curtain. Well, anyway. This man, he was directing everything. He was, not in the traffic, but with the music. And he said, Karen, you have a great strut. I will help you up the ladder. I will be your rock in the burning. And then it happened for me. Down in Amersfoort. My career went in the elevator. All the way to the top. And I was back on the horse. Amazing thing happened, Oprah. Then even my clean mother was happy with me. Yes, my clean mother. Unbelievable. I can see you are hanging on my lips. This is not for the pussy, hè? No. But you see, in America everything is possible. Everything is possible. But in Holland, when you put your head over the Mayfield, they hack it off. I can see you think make it a little, but it is the truth. It is the truth. Yes. And that is why I feel so much alike with you. So much. So much. With you, I feel we are from the same sheets. One back. We are four hands on one Buick. And that is why, Oprah, I want to sing a song from the bottom of my heart to your bottom. And I want to sing this song with my deep throat. And toen zong ik dit nummer. I'm
afraid, I think of the mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my life. I was put on earth to be a part of this great world. It's me and my life. Yes, I'll have to join the score, count the things I'm grateful for in my life. This is Rico, hoe gaan we dit aanpakken? Want voor het 125-jarig jubileum, er moet toch een leuk grapje. Hij zegt dat alles kan. Mensen, alles gewenste kennis ook allemaal. Dus nou, dan ga ik hem testen. Want ik heb zoveel van die hele goede flauwe grappen. Ik spaar ze, vind ik leuk. Maar hij kende zelfs, weet je, dat die vraag van, weet je, een simpel raadseltje. Het is blauw en het is niet zwaar raden. Wat is het? Ja, lichtblauw. Zelfs de kinderen hier weten. Jullie hebben echt waanzinnig. En hij, ja, je bent zo goed, Gertje. Een beest. Echt, simpele vraag, als het is groen en het zit op een hek. Verf, hij wist het. Zelfs als het beschillen en het komt in je oog. En als het in je oog komt, ben je dood. Raar, wat is het? Een trein, makkelijk. Ik moest echt met grof geschut aankomen, wilde ik hem nog verrassen, echt waar. Ik, op een gegeven moment heb ik gewoon een vrouw een vriendelijke mop ingegooid. Ja, ik denk, ik moet wel. Nou ja, het zo, hij kende zo kort trouwens. Ongelooflijk een beest. Het is, ja, nee, gewoon simpel, weet je wel, van wat is er mis als een vrouw uit de keuken komt? Nou, dan is een ketting te lang. Weet je wel. Oh, die kent u nog niet? Hij zou thuis al 3 keer in moeten korten zijn. Weet je, maar ik moet wel zeggen, deze moest hij even over nadenken. Die vind ik zelf heel leuk. Maar waar ligt een vrouw na het orgasme van de man? Ja. In de weg. En die vind ik te geestig. Hij was het ook met me eens. Hartstikke leuk. Nee, maar het is natuurlijk vrouw of vriend, het kan natuurlijk allemaal niet, dus we doen het ook verder niet. Ik ga het ook niet verder vertellen, maar ja, zo leuk vind ik humor. Weet je, de vergelijking, waarom hebben orkanen altijd vrouwennamen, vind ik een leuke vraag. Nou, dat wist hij ook hoor, dus zal ik even uitleggen, want orkanen hebben vrouwennamen, want die lijken op vrouwen. Weet je wel, als ze komen zijn ze nat en wild, als ze gaan nemen ze je huis en je auto mee. Ja. Die kennen jullie niet, toch geestig?
ik weet gewoon niet meer welke kant het op moet met Gert-Jan. Want zelfs al mijn schoonmoedergrappen wist hij. Kijk, ik maak graag grappen over schoonmoeders. Daar kan ik niks aan doen. Mijn schoonmoeder is lerares Duits. Tja, dat zijn risico's die je neemt als schoonmoeder. En dus krijg je hem van mij, dat is simpel. Maar bijvoorbeeld, ik vroeg van hem, weet jij nog een leuke schoonmoedermop? Toen zegt hij ja hoor. Hij zegt, weet je wat je moet doen als je schoonmoeder nog steeds rookt? Nou, ik heb geen idee. Hij zegt, moet je er opnieuw aansteken? Hij zegt, trouwens, weet je wat je moet doen als je schoonmoeder op het ruitje tikt? Ik zeg, ik heb geen idee. Hij zegt, moet je de wasmachine op centrifugeren zetten? Hij kijkt er heel cool bij. Maar de ergste komt nog. Hij zegt, weet je wat je moet doen als je schoonmoeder naar je toe komt kruipen? Ik zeg, nee joh, weet ik veel. Hij zegt, dan moet je nog een keer schieten. Nou, dat kan echt niet. Ik heb er wel om gelachen. Maar humor is natuurlijk gewoon wel heel belangrijk. Ik bedoel, ook, is het in jouw huwelijk ook zo leuk? Eigenlijk heb je een leuke... Oh, hij twijfelt even, zeg. Helemaal niet. Ik vraag het zo niet. Ik vraag het niet. Die schoonmoeder wordt een dingetje nu. Nee, ik ben zelf, ik ben al 22 jaar met dezelfde man, dus u begrijpt. Het is vermoeiend. Nee, maar op een gegeven moment weet je al hoe je in elkaar zit van elkaar. Dus, en we hebben natuurlijk best ook wel eens romantische momentjes hoor. Dat is hartstikke leuk. Dus echt, vorige week nog toen sloeg opeens mijn band. We zaten samen op de bank. Sloeg hij opeens op zijn arm op me. Dus ik zeg, gaan we doen. En toen zegt hij, zo zat hij echt zo. Ja, 22 jaar bij elkaar. Wat vliegt de tijd, hè. Het gaat wel hard. Dus ik, ja, hartstikke. Nou. Hij zegt, ja, het gaat gewoon zo snel. Hij zegt, nog twee keer seks, dan is het alweer paarse. Zie je zo overuit. Die doet het. Het huwelijk is gewoon, weet je, als je niet meer kan lachen, dan gaat het gewoon niet goed. Weet je, en dat, ik bedoel, mijn man is echt liefde hier, die schept ook wel eens op over, maar dat vind ik echt leuk. En, maar hij heeft ook vrienden die ook opscheppen, maar die scheppen dan altijd op over geld. Mijn man is namelijk muzikant en dat is het enige dingetje, muziek maken is heerlijk, maar rijk word je er niet van, hè. Dus mijn man is gewoon een officiële loser. En je kan veel beter de zaak ingaan. Dus die heeft ook, die had op een gegeven moment dat hij vrienden over, gingen ze avonds klaar verjassen. Heel leuk, gezellig. Ik stond in de keuken af te wassen. Afwassen, zo noem ik dat. En ik kan niet koken, maar wel eten. En ik, op een gegeven moment hoorde ik ze zo opscheppen, die rijke vrienden van, echt van die patsers. Dat je bent zo van, ik heb iets voor mevrouw gekocht. Dat gaat van 0 naar 100 in 10 seconden. Mijn man heeft nog nooit iets voor me gekocht, dus hij had geen idee. Dus ik dacht, wat is dat dan? Zo'n Porsche. Dus mijn man, goh, en ik gelijk, hoor ik Porsche? Ik denk, zou ik iets kunnen krijgen? Nee, dat was die vriend. En die andere vriend, die kon natuurlijk niet achterblijven. Die ging er gelijk overheen met, ik heb ook iets voor mevrouw gekocht. Dat gaat van 0 naar 100 in 7 seconden. Dus mijn man, die viel helemaal, oh, wat is dat dan? Nou, dat was een Ferrari. Dat je dat überhaupt in deze tijd koopt is bizar. Maar goed, oké. En toen ging mijn man meedoen. Oh, zo vermoeiend. Hij zegt, ik heb ook iets voor vrouw gekocht. Dat gaat van 0 naar 100 in 1 seconde. Nou, wat dat dan was. Dus ik dacht, waar heeft hij het over? Zegt hij, een weegschaal. Was wel heel lief, want hij loog er ook nog 5 kilo op, dus dat was echt heel lief. Moet ik dan weer door? Als u nou nog leuke ideeën heeft, vroeg Gert-Jan, om mijn moppen te leren, vertel ze dan gewoon straks bij de borrel aan hem. Hoewel ik geloof dat jij een vliegtuig moet halen, dus ik moet me opschieten, denk ik, hè? Nee, dat niet. Dit gaat echt voor. Ik ben hem heel zenuwachtig krijgen door heel lang te praten. Maar we willen eigenlijk natuurlijk vrolijk afsluiten, want we hebben een hele mooie medley in elkaar. Ik zeg, dat is feest, dus je mag gewoon op de stoelen staan, iets vernielen, zolang staat die kerk er toch niet meer. Een beetje jubileum.
trouwens op internet gezet. De mensen uit Haren die staan al bij de deur. Dus, of zet een polonaise in. Maar wat is een beetje het idee dat je het gevoel hebt dat je kunt voelen dat het feest is. Kun je het echt voelen? Voel het eens. Oh ja, voel jij het ook, Gertje? Het duurt zo lang. Kun je het voelen? Can you feel it? En u gaat met mij mee dat we nog een toegift krijgen, maar dat voor later. Dank u wel, tot zover. Lieve Karen Bloemen, leden van Sint-Cecilia. Mag ik dan nu, dames en heren, uw aandacht voor een heel bijzondere manier om te bedanken. Dat gaat dan gebeuren door Ton den Dekker op zijn gitaar en hij gaat erbij zingen.
En hij wordt daarbij muzikaal ondersteund door Tanja Dekkers op sopraansax. Ik zou zeggen, Tom, ga je gang. Ik zing het lied om jullie allen te danken. Voor het applaus, de tijd die er is genomen. Het was een hele zit hier op die harde kerkbanken. Maar zeker de moeite waard, we hebben genoten. Groot applaus voor onze amoreuze fanfare. Onder leiding van Gert-Jan Rolle. De weg hier naartoe was soms best een hele zware, maar uiteindelijk samen overwonnen. Iedereen bedankt die zijn steentje heeft bijgedragen. Het licht, het geluid, de muzikanten stuk voor stuk. De sponsoren, bedankt voor de bedragen. Zonder jullie was dit nooit gelukt. En Karin Bloemen, we zijn blij dat je er was. Mooie vrouw, vakvrouw in hart en nieren. Kom met ons mee, dan heffen we samen nog een glas. Om de verjaardag van de fanfare te vieren. Laatste klanken, de allerlaatste tonen, voordat wij gaan en afscheid van u nemen. Maar is nog bloemen voor enkele personen die we nu gaan geven.
muziek wil je iemand bedanken. Nogmaals, Tone, Tanja, dank je wel daarvoor. En mensen hier in de kerk, willen wij nog een toegift van Karen Bloemen? Willen wij een toegift van Karen Bloemen? Mevrouw Bloemen. Oké, blijf maar staan. Want je moet altijd zo goed nadenken. Als je dit soort dingen belangrijk vindt, steun deze jubilerende fanfare mensen. Steun muziek in heel Nederland. Denk erover na, oftewel zoals Rita Franklin ooit zei. Think. Just think. Maestro. You better think. Everybody needs to think. Cecilia bedankt en Gert-Jan Ronger ook bedankt. Dan, dames en heren, rest mij nog één ding aan u mede te delen. Op vertoon van uw entreekaart krijgt u bij de Weesboom een gratis kopje koffie of een gratis kopje thee. Het is maar nog een wit. En
er is zojuist ook een heleboel opgenomen en dat kunt u bestellen. Die dvd is gemaakt door Kees de Bruin op www.karinbloemeninammerzoden.nl. Ik herhaal www.karinbloemeninammerzoden.nl. Kost maar een tientje. Dank jullie wel voor uw komst. Wens u allemaal prettige feestdagen en wellicht tot gauw. Dank u wel. Ik ben er helemaal klaar mee. Oké. Okay. Nee, dan kan ik ervoor.